Daar hebben we Karin weer. Ze is weer terug. Ja. En dat zeg ik. Ik zit lekker op Pigo. Kijk, dit is nieuws. Nou, die kennen jullie. Hele goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Mijn man, die hier ligt, dat is Roderick Stouwman van der Werf. Mijn naam is Karin Stouwman van der Werf. En het is vandaag, hoe toevallig, maandag 21 september 2020. Het is, nu precies 4:15. Lekker laat. En ik heb al auto gereden. Lesauto. Ja, in de autorijles. Heeft Niels gefilmd, dus dat komt er ook allemaal lekker bij. Maar voor nu wens ik jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou moet de motorkap ook geveegd worden straks. Nou, daar gaat ze. Ja, of de stoel die ze goed zetten. Oh, de stoel. Dat kan ook. Ja, dat zal de stoel zijn. Ja, dit is de stoel. Nou, daar gaat Karin voor de rijles. Spiegeltjes goed, raampje goed, deur dicht. Ja, wij mogen erop praten, dus zei ze. Ja, tuurlijk. Het gaat omdat je stoel goed zit, spiegels goed, stuur goed. Overal bij kan. Nou. Woensdag. Achter de raam rijden. Dat heb ze nu net gevraagd. Nou, woensdag mogen wij dus weer filmen. Dan mogen we achter de raam rijden. En dan hebben we mooiere beelden. En die voor ons kan niet goed inparkeren. Dan kan Karin vele malen beter, hoop ik. Maar daar ga ik wel vanuit. Want Karin kan gewoon goed rijden. Ik kan erop tussen. Nou, daar gaat Karin. Doei doei. Die gaat nu 50 minuten rijles krijgen. 50? Of een anderhalf uur. Oké, anderhalf uur. Dus we zien haar straks weer terug. En dan zien jullie het vervolg. Daar gaat ze. En daar hebben we Karin weer. Rijdt ze zelf, ja. Ja. Zichzelf maar uitspringen. Jij hier is plek, parkeer daar maar in. Maar nee, dat is te moeilijk. Daar hebben we Karin weer. Ze is weer terug. Ja. En wat komt ze toch weer netjes aanrijden, mensen? Wat doet ze daar toch weer netjes? En ze hebben hem weer keurig netjes aan de kant gezet. Daar is ze weer.
En dat was de lesdag. Erg snugger. Ik ben nog steeds aan het filmen voor je. En dat zeg ik, ik zit lekker op Bigo. Kijk, dit is Niels. Nou, die kennen jullie. En dat is Zieltje. Hoi. Kom er ook een keer op. Ja, en bedankt. Bedankt. Ja, daar hadden we het al over dus. Nou, kom weer op. Dus, nee, lekker gezellig. En met Gracie ook. En die heeft ook een JT. Dus ik zal zijn link ook eventjes hier onderin doen. Dus als je me. En ook de kanaal van mijn grote vriendin van Sils zal ik ook even hier onderin doen. Dus zijn jullie nieuwsgierig naar deze kanalen? Ik zou zeggen, abonneer ook even op hun. Dankjewel, Karin. Shoutout naar jullie. Ja. En wij gaan zo lekker van tussen. Ik heb al mijn dingen gepakt. Even mijn slaapkamer op de haak. Ja, dat is handig. En dan gaan we zo naar de. Yeah, boot. Maar dan moet het wel lukken. Mijn deur op de haak knallen. Ja, yeah, het is me gelukt. Die gaat dicht. Heren, zijn jullie zover om mee te gaan? Denk het wel, hoor ik en mijn man zeggen. Jullie gaan lekker de gang op. Bij deze. Komt u maar, mevrouw. En ik ga vanavond dat anders proberen bij jou. Daar ben ik helemaal niet zo van. Nee. Om een halsband rond te doen. Ben ik niet zo van. Nee. Met maar. Heb ik van tante Fabienne gehoord. Halsband. Ik ben helemaal niet van een halsband. Waar is mijn juffesje, lieve schat? Die ligt nog, denk ik. En mijn zonnebril. Ja, mijn zonnebril. Oh, doe maar. Oh, dank u. Waar had je mijn zonnebril lief? Hier. Oh, daar. En mijn vestje? Ja, dat zoek ik even nog. Mijn vestje. Ja, mijn vestje is handig. Mijn vestje. Vestje of mijn vest? Nou, mijn vest. Ha, kijk. Ik heb hem al wel. Ha, ha. Zo. Die heb ik ook bij me. Ik heb Roderick zijn autosleutels om een middelvinger heen. Ja, kijk, hier schat. Lief. Yes, loopt u maar. Nee, maar niet om je middelvinger, hè? Hè? Niet om je middelvinger. Niet. Dat dacht ik wel, maar. Tot zo, dames, love you. Zo. Die hebben we ook gedaan. Ja, nou, dan gaan we dus nu richting auto. Dat is niet erg. Dat is mooi, we zijn aan het rijden in de toethoet auto. In de vroom toethoet. Ja, ja. Best. Zo. En nee, dit is geen coronavet. Nee. Zeg het nog maar even. Submit bij, heet ik veel. Submit? Ja, weet jij. Jij en jij zegt het, ik niet. Ja, ik gooi even Niels eventjes in het diep. Is leuk, is handig. Heel diep zelf. Is heel handig, is grappig. Daarom is dat nou weer grappig. Nou, voor niks. Is
de vrouw. Als je dan meteen front en back tegelijkertijd hebt. U was volgens mij uw en uw kniplichtje vergeten net, hè? Ja, en die veter zit vast. Ja, nu moet het open van verbazing. Kniplichtjes gebruiken als je van ene bij naar de andere baan gaat. .nl. Jezus, Mina! Anders voor andere gebruiken. Ja, bijna wel. Communiceren met je medewerkers. Medeweggebruikers. .nl. Die zijn er niet. Dan moet je eigenlijk net voor haar gaan rijden. Dan moet je eigenlijk hier gaan rijden. Beetje wat meer gas? Mazzel! Doe maar, kan. Oh, ze gaat die kant op. Ja, ze heeft hem gevonden! Goed zo! Ik zit aan te kijken van wat doet zij nou? Sorry, ik kan het echt niet laten hoor, met dat soort dingen. Ik kan het echt niet laten, sorry. ZBL, zeer belangrijke lening. Omdat er gaat, ik ben net zo Enzo en Milan hoor. Milan. En Don. Ik ken die later ook nog wel. Ja. Hebben we een kleine dinky toy? Nou en? Dat draagt niet uit. Het rijdt toch? Het rijdt wel, ja. Als je gas geeft, rijdt het wel, ja. In de juiste versnelling. Ja. Een gele zeejad. Miep, miep! Een gele zeejad. Bah. Dat is toch geen kleur? Een gele. Eeuw. Jij hebt ook hier, zeg jij er ook eens wat van? Ja, is goed hoor. Verboden te fietsen en te bromfietsen. Nijlandjes. Ja, dat is handig, toch? Mijn landjes of te. Nou, Niels, zeg jij er nog eens wat van, noem maar. Ja, Frank, dat vind ik nou leuk. Oh, heerlijk. Maar ik kan gewoon weer het weekend wel vloggen bij mama, dus dat vind ik ook wel fijn. Ja. Mag dit? Mag dit? Voor de streep wachten, hè? Mag dit? Nee. Je moet voor de streep wachten. Hè? Mooi auto.nl. Ruilen. Ruilen! Even reffen! Jammer joh. Eikel. Nul. Die handy toespieren. In mijn onderrug. De onderrug? Dat is schade. Nee, ik heb precies. Ik heb precies daar pijn. Oh. Is dat pijn in je stoel had? Weet je wat dat zei? Waarom denk je dat ik in één keer ook zo recht zit? Dat het beter is voor je rug. Ik moet daar gewoon die glas water laten opvaren. Zo. Splash. Die staat aardig dicht op de weg. Ja, maar soms wel moeten ze dan. Je arm rechts af dan? Even. Oh ja, kak, ik heb dat ding niet bij me. Maar oké, nee, maakt niet uit. Lief, nee. Ik wil zometeen proberen om alvast iets te gaan doen. Dat is mooi. Jij mag het proberen te doen. Wij helpen wel mee. Je Frans die weet het, maar hij weet het ook niet. Frans mag wat, het weten. Wat is het ook een ASO ook, hè? qua filiaal manager? Ja, ik weet het, maar ik weet het ook niet en ik wil er ook niks van weten. Nee. Ja, maar hij weet, ik ben een vlogster, dus. Ja, nou, dat mag hem. Kijk, ja. Een woordje in. Nou, ik ben zometeen wat van plan. Ja, dat wordt gewoon leuk. Oh, pik. Ik geef mijn telefoon zometeen aan Niels. Hij weet hoe die moet filmen. Scheelt weer. En je kan hem ook hier neerknallen. Ja. Yeah. Eén grote familie, toch? Een grote familie. Dat Niels met zijn eigen telefoon filmt. Dat kan ook. Mag ook. Wat Niels wil. En wat wil jij, schat? Ik doe het wel met jouw telefoon, dat is handig. Oké, top. Wat gaan jullie zien? Dat is nog een verrassing. Dat is inderdaad nog een verrassing, hè? Ja, dat is een verrassing. Maar het wordt wel een leuke verrassing voor de kijkers. Dat denk ik wel. Niet voor alle anderen. Dat denk ik wel. Maar stel dat er al iemand anders naar zit te kijken, wat dan? Dat is juist leuk.
Nou, ik weet niet wat hier komt, maar zoals wat ik heb begrepen, komt er hier dus ook weer iets van een... En dit was de vlog! Ja, precies. Dat is leuk. Hè? Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje, abonneren, belletje aan, duimpje omhoog en laat er een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey, dikke tuut op je snuit en tot morgen. Doei!